Een belangrijk punt op de agenda van het politiek beraad vanavond was de aankoop van het Hofkeshuis. Nou, zal toch een enkele Almeloer zich wel afvragen. De gemeente wilde toch eigenlijk van al die panden af. Waarom koopt ze nou wat aan en waarom dat Hofkeshuis? Ja, we hebben inderdaad, heeft de gemeenteraad gezegd, we gaan geen nieuwe panden meer kopen. Maar ja, er zijn ook in het leven van de gemeenteraad zijn er dingen die voorbij komen. Dat je nog een keer goed moet nadenken van wat hebben we nou gezegd. En het Hofkeshuis is natuurlijk een historisch huis. Het bevat de onzichtbare schat van Almelo, want er zijn maar weinig mensen die de grisaille die daar aanwezig is. En een grisaille is een 3D-schildering uit 1700. En die hebben nog maar heel erg weinig mensen gezien. We hebben een besluit genomen dat het Stadsmuseum minder subsidie kreeg. En die moeten dus meer inkomsten gaan verwerven uit bezoekers en uit sponsoren. Maar ja, de ruimte die ze nu hebben daarvoor is eigenlijk beperkt met 200 vierkante meter expositieruimte. Dus toen dachten we van nou, als we nou het museum naar het Hofkeshuis verplaatsen. We restaureren de grisaille. Dan heeft het museum meteen een heel erg mooi monument in haar beheer. Waar mensen vanuit heel Nederland naartoe komen om dat te bekijken. Omdat het zo bijzonder is. En dan hebben zij 4 keer zoveel expositieruimte als in de huidige locatie. En dan moeten ze in staat zijn om de kosten die wij voor de huur in rekening gaan brengen. En dat is 24.000 euro. Om die kosten met bezoekers terug te verdienen. Het Stadsmuseum betaalt nu geen huur, maar dat moet wel huur gaan betalen. Ja, het Stadsmuseum zou dan inderdaad wel huur moeten gaan betalen. Dat is de vraag van, nou, kunnen ze dat straks ook, kunnen ze dat opbrengen? Want je hebt nogal wat bezoekers nodig, hè? Dan zijn er meer bezoekers nodig dan dat er nu zijn. Maar de verwachting is dat, nou ja, aangezien het Stadsmuseum dan eigenlijk uitgaan kan gaan breiden en meer exposities komen, dat er dan ook meer bezoekers kunnen gaan komen. Dat is eigenlijk de bedoeling. En ik verwacht wel dat dat gaat lukken, want het Stadsmuseum heeft daar ook wel mooie plannen voor, volgens mij. Dus dat, ik ben daar positief over. Nou, dat moeten we nog natuurlijk zien. En ik had het van tevoren willen zien, ook in gesprek met het Stedelijk Museum, van wat zijn precies hun businessplan? Wat zijn hun gedachten hierover? Dat had ik nu vanavond willen zien. Dat had ik ook het gesprek met Stichting Hofkeshuis willen zien. Over renovatie. En renovatie, nogmaals, is niet alleen de schilderij, muurschildering, maar het is het totale pand. Hè? Als we praten over monumentaal, dus dat heeft duidelijk te maken met renovatie van totaal pand. En niet voor niks zijn andere partijen, zoals Hendrik Keizer, die hebben ze die koop eigenlijk afgewezen. En dan willen we wat meer weten. Hoe is het nou toekomstig bestendigheid van Stedelijk Museum hier waargeborgd? Het gaat mij, juist wil ik het heel graag dat ze naar zo'n mooi monumentale pand komen. Maar het moet wel voor de toekomst dat ze ook daar blijven.